Zoals iedereen weet, ligt Genk mij nauw aan het hart. En, ja, het is spijtig dat het op dit moment een beetje minder draait. En dat er blijkbaar een beetje problemen zijn in de groep. Maar goed, zoals ik zei, dat kan wel snel draaien. Er zullen geprikkeld zijn eerste van de 5-0 verliesmatch die ze hier op de derde speeldag geleden hebben. En ook dat het nu op het moment niet echt goed gaat. Maar goed, dat kan snel draaien natuurlijk. Dus het zal sowieso een moeilijke wedstrijd worden. Ik heb één keer terug geweest met Mönchengladbach. Een vriendschappelijke wedstrijd. En ja, toen zijn zowel ik en Wesley eigenlijk fantastisch onthaald geweest. Eigenlijk. En, ja, dat was heel, heel plezant om zo terug te keren. En goed, ik hoop dat het deze keer ook goed onthaald wordt. Het zal natuurlijk afwachten worden, want deze keer is een competitiewedstrijd natuurlijk en een directe concurrent voor de Europese plaatsen. Dus misschien zal dat iets veranderen, maar ja, ik hoop dat het een goede ontvangst zal zijn. Ik ben heel goed begonnen natuurlijk, dan hebben we een terugval gehad, wat ook verwacht was in het begin. Maar de laatste 5, 6, 7 weken voor de winterstop heb ik een heel goed niveau gehaald, vond ik zelf. En voelde ik mij ook goed en dan heb ik de ploeg ook veel kunnen bijbrengen. Goed, in Bergen hebben we ook gespeeld, hebben we gewonnen. Dus heb ik gewoon een degelijke wedstrijd gespeeld. En vorig weekend was ik geschorst. Dus ik hoop dat ik de draad weer kan oppakken. Dus, maar ik zie niet in waarom niet.